De Emmahaven van Padang aan de westkust van Sumatra. Een feest in het Chinese kamp van Padang. De handelsstad Padang telde begin jaren 30 50.000 inwoners, waaronder ongeveer 7.000 Chinezen. Over de tandradbaan richting Fort de Kok. Als het traject te stijl werd, liet de machinist de tandrad van de locomotief zakken om het slippen tegen te gaan. Het traject met de tandradbanen liep van Padang naar Padang Panjang. Van Fort de Kok liep een traject verder naar Payakumbu.
De trein rijdt hier richting Kubu-Kambril, een zijtak van het traject Fort de Kok. Fort de Kok, in het Maleis Bukit Tinggi. Dit betekent hoge heuvel. In de jaren 20 was Fort de Kok al een geliefde toeristische trekpleister door de prachtige omgeving. Daar kwam bij dat de stad een gunstig klimaat had, zonder natte en droge moessons. Thank you.
De dorpen van de Minangkabauers worden gekenmerkt door huizen met puntige daken. De punten stellen buffelhoorns voor. De traditionele huizen van de Minangkabauers worden Ruma Gadang genoemd. Dit betekent groot huis. Het houtsnijwerk is beschilderd en bestaat uit patronen, die voor elk onderdeel van het huis verschillend zijn. De figuren zijn afgeleid van planten- en dierenmotieven en hebben een symbolische betekenis.